Welkom bij Letteren Live, het boekenprogramma van Spui 25, het Nederlands Letterenfonds en het Parool. We nemen deze aflevering nog een keertje op via Zoom, maar er is het heugelijke nieuws dat de boekwinkels weer open mogen. Er is een nieuwe datum geprikt voor de Boekenweek, 29 mei, dus het boek kan weer worden gevierd. En de opening van de winkels wordt nog luister bijgezet met een gratis bundel, weer open. Met een boekje van Ronald Giphart, Applaus, Liefde in tijden van corona, dat voor 7,50 beschikbaar is en geheel ten goede komt aan de boekhandels. Ook dit programma wil jullie allemaal massaal naar de boekwinkel jagen. En dat moet kunnen met de gasten die we vandaag hebben. We spreken met Simone Atangana Bekono. Ze wordt geïnterviewd door recensent en podcastmaker Diewertje Mertens over haar debuutroman Confrontaties, die genomineerd is voor de Libris Literatuurprijs. Mensje van Keulen viert 50 jaar schrijverschap met een omnibus van haar werk, een heerlijk woord. 3 romans in 1 bundel. Met een bundel verhalen over katten, het kattenkabinet. En kers op de taart won ze ook nog dit jaar de Biesheuvelprijs voor haar bundel Ik moet u echt iets zeggen. Ze draagt straks voor uit eigen werk. Mijn naam is Marjolein de Kok. Ik ben chef boeken van het Parool en ik ga vandaag in gesprek met Rokus Hofstede. Een naam die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, maar wel een belangrijke naam. Want Rokus Hofstede is de man achter de schermen van grote schrijvers als Georges Perec en Pierre Michon. Hij is vertaler Frans-Nederlands. Vorig jaar verscheen van hem het boek Les Années, de jaren, van Annie Ernaux. In het Parool omschreven als de koningin van de memoir. Het boek is genomineerd voor de Europese Literatuurprijs, als mede de vertaling. Net verschenen zijn ook van Rokus Hofstede de vertalingen, eentje in een herziene versie, een andere nieuwe bundeling, van stukken van Henri Gorda. Ook een naam van wie ik in ieder geval nooit had gehoord. Het is een wiskundeleraar, een Nederlands-Zwitserse schrijver, bijdrager aan kranten die in 1925 zelfmoord pleegde en eigenlijk pas daarna furore maakte met zijn boek Ma Suicide, Mijn Zelfmoord, waarin hij uitermate nuchter en zelfs een beetje vrolijk vertelt over zijn zelfmoord. Maar ook hier is nog een extra stukje kers op de taart, vertalersgeluk, zoals Rokus Hofstede het noemde in een column. Hij is de winnaar van de grootste vertaalprijs in het Nederlands letterengebied, de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021, die hem 24 mei wordt toegekend. Welkom, Rokus Hofstede. Welkom en gefeliciteerd met deze belangrijke prijs. Een groot vertalersgeluk, kan ik me zo voorstellen. Kan je vertellen wat er door je heen ging toen je hoorde dat je deze prijs won? Nou, wat er vooral door mij heen ging, is dat er dat ik het koude zweet langs mijn rug voelde lopen. Koud zweet! Ja, daar schrik je wel even van, zo'n boodschap. Schrikken? Ik kan me voorstellen dat je een gat in de lucht springt als vertaler. Eindelijk die erkenning. Het was eerder schrikken dan onmiddellijke euforie. Ik ben een beetje een laatbloeier in heel veel opzichten en ook mooie dingen dringen misschien pas wat met vertraging tot mij door. Dus ik schrok eigenlijk echt. Ik moet ook wel zeggen dat ik hem totaal niet had zien komen. De dame van het Bernhard Fonds dat mij belde zei, we hebben hier een soort politbureau en we houden van heel veel vertalers een soort dossier bij, een soort file bij. En u was al langer in ons vizier. Maar ja, daar weet je zelf helemaal niets van. En ik had het idee dat je met weinig bekende of totaal onbekende auteurs, zoals die ik vaak vertaal, dat je veel minder hoge ogen gooide bij juries. Dat is een soort sociologische wetmatigheid, denk ik. En bovendien is het ook al wel zo dat er al relatief veel vertalers uit het Frans en het Nederlands zijn bekroond. En ook relatief veel mannen. En nu ben ik een man die uit het Frans vertaalt. Dus ik dacht, weet je wat. En dan ook nog bij voorkeur literaire non-fictie. Ja,
Dus ik dacht, ik ga mijzelf niet ongelukkig maken met hopen op de Nijhoffprijs. Dat ze hem natuurlijk toch aan mij menen te moeten geven. Dat is, ja, heerlijk. En dat maakt... Ik ben daar al maanden aan het genieten. Ja, want het werd natuurlijk eind vorig jaar bekend. En het is maar wachten tot hij daadwerkelijk wordt uitgereikt. 24 mei staat dan nu, hoorde ik. Juni moet ik even corrigeren. Oh, juni is het. Is de datum die mei is... Oké, door de war gegooid, dat kan. Ja. Maar ik kan me voorstellen, want u geldt natuurlijk toch als een... Zo zie ik het in alle verhalen omschreven, een warm pleitbezorger voor de Franse literatuur in het Nederlands en Vlaamse taalgebied, terwijl wij toch eigenlijk meer Anglo-Saxisch georiënteerd zijn. Hoe ziet u dat zelf? Of ik schakel nu weer over op u, maar ik zei eigenlijk... Ja. Zullen we het je of u laten? Laten we tutoyeren. Tutoyeren. De Franse literatuur, ik heb mij ooit wel een beetje... verbitterd uitgelaten over de teloorgang van het Frans in het Nederlands taalgebied. Ja. Want ik heb dat bijna aan mijn lijve nog ondervonden. Zeg maar dat tot de jaren 70 Frans echt een belangrijke literaire taal was, met veel prestige, die intensief vertaald werd. De nouveau roman werd nog echt als toonaangevend gezien door heel veel Nederlandstalige schrijvers. En vanaf de jaren 70 is dat heel snel gekelderd, dat prestige van Frankrijk. Trouwens, in Frankrijk zelf zijn ze daar ook niet, is dat ook niet onopgemerkt gebleven, want het klagen over verlies aan de... Een grandeur is daar een van de favoriete nationale sporten. Maar nu is het inmiddels zo dat Frankrijk eigenlijk een middel-Europese literatuur is, zoals de Spaanse of de Duitse of de Italiaanse of andere. Dat er nog steeds ongelooflijk mooie boeken verschijnen. En nu heb ik dus niet meer zo 20 jaar, 30 jaar later, niet meer de neiging om mij te beklagen over het prestigeverlies van de Franse literatuur. Maar ik erger mij aan de stilzwijgende hegemonie van de Anglo-Saxische literatuur. Ja. En dat is typisch zo'n denkschema dat in ons aller hoofden zit. Het is Amerikaans of het is Engels, dus het is belangrijk. Je ziet hoe de boekenbijlagen daarmee worden gevuld. En je ziet hoe dat in onze... Ja, hele mindset zit om daar... Kijk, mijn mindset, alleen al het woord dat ik niet opspreek. Het zit gewoon heel erg in onze cultuur om ons als een soort satelliet van die Anglo-Saxische wereld te zien. U heeft ook echt heel veel moeite moeten doen om Les Années vertaald te krijgen, begreep ik. Nou ja, dat is natuurlijk heel... Dat lijkt een grote verdienste van mij. Je heeft er behoorlijk op aangedrongen bij de arbeiderspers. Ik heb ook het request gekregen, begrepen. Ja, ik heb behoorlijk op aangedrongen. Ik heb een etterlijke betogen geschreven om dat boek vertaald te krijgen. Maar ik moet ook bekennen dat ik aanvankelijk ook zelf overheen gelezen had. Het is al in 2008 verschenen. Ja. Het begon pas in 2016 echt zwaar te lobbyen. Maar toen was een ander boek verschenen van Ernaux, Meisjesherinneringen. Ja. In het Frans heet dat mooie Mémoire de fille. En dat sloeg aanvankelijk niet aan. Het schijnt dat het nu na het succes van de jaren wel weer nieuwe lezers en lezeressen vindt. Maar aanvankelijk was dat geen succes. En dat heeft de arbeiderspers wel een beetje koud watervrees gegeven. Ja. Dus. Maar ja, toen ze eenmaal besloten om het toch uit te brengen, toen... Onder invloed van het internationale succes vooral in Duitsland en Engeland. Toen bleek dat het ook in Nederland enorm aansloeg. Tot ons aller verbazing eigenlijk. Ja, dus, het is haar magnum opus zou je kunnen zeggen. En een literair totaal opmerkelijke exercitie. Ik was echt verrukt toen ik het las. Ik heb het pas gelezen recent. Maar ik kon daar niet mee stoppen. En ik kon niet geloven dat iemand dit zo kon opschrijven. Een persoonlijke memoire in een niet-ik-vorm, waarin tegelijkertijd zo'n beetje de Franse geschiedenis, maar ook de wereldgeschiedenis wordt meegenomen, waarin je alles herkent
van de jaren die je zelf hebt meegemaakt. Zij beschrijft een spanne van 60 jaar. Ik ben wat jonger, maar toch heel veel wereldfenomenen neemt ze en passant mee. Hoe was dat voor u toen u dit boek las en het belang daarvan erkende? Want u schrijft in een column, je schrijft in een column van dat ook bij het vertalen weer bleek wat een meesterwerk dit was. Of is, kan ik zeggen. Ja, ik vind het een fenomenaal boek, maar dat heeft voor mij hangt dat vooral aan de afstandelijke, coole stijl die ze hanteert, de superieure ironie. Maar waarom ik denk dat het toch zo ontroerend kan zijn om het te lezen en het zoveel mensen raakt, is dat je heel makkelijk jezelf in die geschiedenis die zij oproept, die 60, 65 jaar, jezelf daarin kunt inbedden, je kunt jezelf daarin inschrijven. Ergens vroeg kom je zelf in het verhaal naar voren. En dat maak je dan ook heel erg bewust van je eigen vergankelijkheid. Want het boek loopt eigenlijk uit op een soort anticiperen op het eigen sterven. En dus ik denk dat iets van die ijlte van je eigen leven dat voorbij zoeft zonder dat je er bijna zelf erg in hebt, dat dringt zich aan je op als je dat leest. En ja, omdat het ook zo geweldig mooi ingehouden geschreven is, ja, ik had niet verwacht dat het zo zou aanslaan, moet ik bekennen, maar ja, ik vind het wel fantastisch. Ik had het gevoel dat ik ook op de een of andere manier heel erg met het boek samenviel. Een bepaald soort... Dat jij samenviel met het boek. Ja, dat is heel raar misschien. Want het schijnt dat je alleen... Soms zeggen mensen dat je juist... Ik weet niet precies wat ik nu wil zeggen. Ik ben natuurlijk een man die een vrouw vertaalt. Dus ik val al a priori niet samen met een... Bovendien een Française uit een arbeidersmilieu. En ik ben een Nederlander uit een middenklasse milieu. Dus er zijn allerlei verschillen tussen Annie en jou en mij. Maar ik voelde toch, ja, die... Alsof ik helemaal kon opgaan in haar stijl. In die principe. Is dat een soort verwantschap, toch? Jij benoemt nu de verschillen. Ik las in een interview dat een collega ook tegen u heeft gezegd... tegen jou heeft gezegd jij als man had dit eigenlijk niet moeten vertalen, want het is zo het leven en lijden en de groei van een vrouw. Maar die verwantschap is er dus wel degelijk. Die collega, ik zal haar naam niet noemen, die was boos op mij om heel andere redenen. Dus dat roepte ze eruit als een soort laatste schampere sneer van hoe kan een macho als jij zo'n boek vertalen? Het is wel intussen wel duidelijk dat niemand serieus beweert dat je dezelfde identiteitskenmerken moet hebben in de literaire wereld als de auteur die je vertaalt. Dat is, niemand verdedigt dat standpunt. Maar op zichzelf, omdat er veel meer vrouwen vertalen dan mannen, is het misschien niet zo heel gangbaar dat juist een mannelijke vertaler een vrouwelijke auteur vertaalt. Dus Annie Ernaux is wel door 5 of 6 verschillende vertalers vertaald in de loop van 20, 30 jaar. Ik ben er maar één van. Geert de Meising heeft ook een boek van Ernaux vertaald. Edu Borger. En er zijn een aantal collega's. Mirjam de Vet. Marianne Kaas. Dus... Refereer jij met die samenvallende identiteit ook aan de affaire rond de Hillary Climb van Amanda Gorman? Precies, daar refereerde ik aan. Ik denk dat daar heel veel... op zich, het leuke van die affaire is dat er nu... De aanstichters van die rel moeten we erkentelijk zijn, omdat ze iets hebben bereikt wat de verzamelde vertalers al 10 jaar proberen, tientallen jaren proberen zonder erin te slagen, namelijk de vertalers zichtbaar maken. Ja. Dat is nu echt het geval. Hoewel er ook heel veel flauwekul wordt beweerd aan weerszijden van de stellingenoorlog. Ik denk dat je heel goed kunt
betogen dat er meer diversiteit in de literaire wereld en in de vertaalwereld wenselijk is. Dat er emancipatoire acties nodig zijn zonder dat je daarmee allerlei restricties oplegt aan wie wat mag vertalen. Dus ik probeer een soort ik ga zeker niet die polemiek op de spits drijven zoals dat door sommigen is gedaan. Ik geloof niet dat er racisme of antiracisme hier echt de issues zijn. Ik geloof eerder dat het gaat om de vraag of je een verlicht standpunt inneemt. En dan zou je moeten toejuichen dat er meer diversiteit komt in de vertaalwereld. Of dat je dat niet doet, ja. Ondertussen ben jij de vertalende man die nou zeer succesvol en heel mooi vertaald heeft. Een van de gelukken van dit project was dat u te maken had met een levende auteur vragen kon stellen als er twijfel was omtrent een woord in welke tijdspannen dat als wat voor vertaling daarvoor diende. Maar dan wou ik nu even gaan praten over Henri. Zeggen we Henri Rorda of Henri Rorda? Omdat hij... Nou, hij is zeker als Henri geboren. Ja. In de brieven aan Multatuli noemt zijn vader hem ook Henrietje. Henrietje. Maar hij zal ergens in de loop van zijn jeugd tot Henri zijn overgegaan. Ja. Want zijn stiefmoeder was Franstalig. En hij heeft zijn hele leven in het kanton de Vaud, aan het meer van Genève gewoond. Ja. Ik weet zelfs niet of hij ooit in Nederland is geweest. Hij is wel in Brussel in België geboren, maar op tweejarige leeftijd naar Zwitserland verkast en daar nooit meer weggegaan. Ja, dus laten we het Henri Rorda zeggen. Ja. En dan een Nederlands-Frans-Zwitserse schrijver. Ja, dus de Nederlandse... Erfenis is heel nadrukkelijk aanwezig bij die Rorda via zijn vader. Ja, dat was een merkelijke man. Een heel markante persoonlijkheid. En Henri leek in heel veel opzichten ook op zijn vader. Ook een broodschrijver, ook een emotionele temperament. Een beetje tot zwaarmoedigheid geneigd, maar ook met veel ironie en veel zwier. Ja, maar even zijn vader, Sicco, tijdgenoot van Multatuli, ook anticolonialistisch, verzet tegen de Nederlandse regering, daarom uitgeweken in een vrijwillig ballingschap naar Zwitserland, waar zijn zoon opgroeit en waar zijn zoon leert leven in een zekere mate van verlicht denken, maar ook verkwisting, waar hij later veel last van krijgt. Ja, hij had een gat in zijn hand. En als je brieven leest, is het hartverscheurend dat hij de wat meer gefortuneerde vrienden uit de anarchistische en socialistische beweging, want hij zat in die hoek, ja, dat hij die voortdurend probeert geld uit de zak te kloppen. Ja. Dat is echt bijna pijnlijk. Ik weet niet precies, hier ben ik even het spoor bijster. Ik weet niet meer precies wat je... Nou, ik ga even terug inderdaad naar zijn persoonlijkheid. Want hij was wiskundeleraar. Maar dacht veel verlichter over het onderwijs dan destijds gebruikelijk was. Hij wilde eigenlijk hervormingen. Ondertussen was hij... utopist, een beetje anarchist, humanist. En hij is in zijn latere dagen gaan schrijven voor kranten. Je vat het heel goed samen. Ja, een soort chronieken in de krant. Ik probeer het even uit te leggen voor de mensen die hem nog niet kennen. Want hij is eigenlijk het beroemdst geworden met zijn boek Ma Suicide, Mijn Zelfmoord. Mon Suicide. Mon Suicide. Excusez-moi. Maar dat boek had hij eigenlijk de titel willen geven, De Vrolijke Pessimist. Het Vrolijke Pessimisme, ja. Het Vrolijke Pessimisme. En u heeft dat gekozen, of jij hebt dat gekozen. Nou,
blijft hardnekkig, als titel voor een verzameling van die chronieken die hij heeft geschreven, een bundeling. Ja. Dus we hebben tegelijkertijd een herziene uitgave van Mijn Zelfmoord en Het Vrolijke Pessimisme. Ja. Prachtige boeken zijn het geworden, aller prachtigste boeken. Ik ben er, ze zijn net gisteren bij de post bezorgd en ik ben er absoluut... Ik heb ze ook hier. Ik ben er absoluut dolgelukkig mee. Ik kende Roorda al een jaar of 25. Een vriend die thuis was in de anarchistische literatuur had mij op dat boekje gewezen, Mon Suicide, Mijn Zelfmoord. En ik heb dat toen, ik ben daar toen mee gaan leuren en heb het gepubliceerd bij een Nijmeegse uitgeverij van Tilt. Mark ja. Berends was daar uitgever. Intussen is Mark Berends. Ik dacht al heel lang, dit van iets anders van Roorda zal ik niet vertalen. Maar Jeroen Brouwers heeft een bijzonder stuk over die is ja. specialist van de literaire zelfmoordenaars. En die heeft een bijzonder stuk over Roorda geschreven, waarin hij dat ene zinnetje staat. Een onchagrijniger boek over dit beladen onderwerp heb ik niet gelezen. Nee. Het maakt nieuwsgierig naar zijn Balthazar bijdrage. Ja. Want Roorda schreef onder het pseudoniem Balthazar. Toen dacht ik, ja, ik moet dat eigenlijk toch eens gaan onderzoeken. Wat schreef hij nou eigenlijk in al die krantenstukken? Dus ik heb daar heel veel leeswerk naar verricht en ook in archieven geplozen. En de helft van die stukken is ongeveer intussen beschikbaar in boekvorm. En toen Mark Berends overtuigd om daar een bloemlezing van te maken. En eerst zou ik filosofie, ja. Ja, eerst zou hij bij Van Tilt verschijnen, maar Van Tilt bestaat niet meer. Dus hij is nu terechtgekomen bij Boom, waar hij ook eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt is. Want Boom doet niet echt aan literatuur en dit is eerder op het grensgebied van literatuur en filosofie. Maar Roorda was altijd een buitenbeentje, dus ik vind ook dat hij bij Boom goed past. En, ja, een montere zwartkijker schrijf je in je voorwoord. En je schrijft over onnavolgbare proza-pirouettes. En ik moet zeggen, ik vond het ook een verrukkelijke kennismaking. Maar het is, als je het navertelt, het verhaal van een man die besluit halverwege zijn leven had kunnen zijn. Te bedenken van, ik heb geen geld. Niemand heeft mij ooit geleerd, dat verwijt hij eigenlijk ook zijn familie. Niemand heeft mij ooit geleerd spaargeld te vergaren. Ik heb alles uitgegeven. Ik hou van Reerug en goede Bourgogne, meen ik. En als ik verder wil leven en oud wil worden, zal ik die sleur van dat werken moeten blijven volhouden. Terwijl ik eigenlijk een voorstander ben van het luie leven. Consequentie, ik schaf een pistool aan, leg dat geladen in mijn matras. En dat schept een enorme rust. En dan ga ik mij door het hart schieten, want dat doet minder pijn dan door het hoofd. Het is, ja, zo navertellend is dat natuurlijk super macaber. Maar als je het leest, kan je wel met hem meevoelen. Denk je, ja, eigenlijk heeft hij nog gelijk ook. Vanuit zijn standpunt gezien. Nou, dan zijn we pas 100 jaar na dato, nadat hij dat soort dingen schreef, begint dat door te dringen. Dat mensen, dat het misschien een kwestie van humanisme is om mensen zelf te laten beschikken of ze nog willen voortleven. Een van de stukken in Het Vrolijke Pessimisme gaat ook over het recht om te gaan, het recht om eruit te stappen. Ik denk dat hij leed aan chronische depressies, echt een zwaarmoedig mens was en dat hij zijn ironie, zijn verve, zijn spot, zijn humor echt als een soort zelfmedicatie, bijna als een soort wapen gebruikte om zich staande te houden, maar dat hij al heel lang speelde met die gedachte van Ik wil er uitstappen voordat ik begin af te takelen. En als je echt gaat turven wat de redenen zijn die hij geeft voor zijn zelfmoord, dan zijn het er meer dan een dozijn. En ik denk de zwaarst wegende, als je goed leest, is het feit dat hij ongelukkig getrouwd was. Ja. Of in elk geval vervreemd was geraakt van de vrouw van wie hij hield. Nou ja, dat is mooi omschreven ook, hè? Dat je eigenlijk geacht wordt in een huwelijk niet te veranderen en onveranderbaar dezelfde te blijven, wat hij als een soort gevangenis ervoer. Pleidooi wat hij ook houdt voor een soort vrije liefde, die hij niet, zo te zien, niet zelf heeft
beoefend, maar wel heeft gewenst. Nee, nou, je moet je... Ik weet niet of je wel eens in Lausanne bent geweest. Zwitserland is een beetje een stijve samenleving. Was het zeker 100 jaar geleden. Zeer protestants. Vrij dominante, conservatieve, liberale opinie. Ik kan me echt voorstellen dat hij daar een vreemde eend in de bijt was. Die man met die veel te lange benen. Die dan ook nog uit zo'n pacifistisch-anarchistisch nest kwam. Ja, ik hou nog even de kaft omhoog. De man met de lange benen. Het is een mooi plaatje. Ik heb intussen al gisteren een mailtje gekregen van een verre nazaat. Die gelieerd is aan de Roorda's. Aan een oud Fries geslacht met veel dominees en schrijvers. Dus ik ben heel benieuwd of er nog meer mensen opduiken die zich op een of andere manier met Henri Roorda verwant voelen. Dat is interessant. En ik wil jou enorm bedanken dat je ook deze schrijver weer voor het voetlicht hebt gebracht. Want het zijn zowel mijn zelfmoord als het vrolijk pessimisme. Het is ook echt verrukkelijk om te lezen. Want hij heeft een briljante... wrange en onderkoelde ondertoon. Is dat een goede omschrijving? Hele goede omschrijving. Het is geen dijenkletsers die hij produceert. Het is geen boek waarbij je schaterlachend van de bank rolt, maar wel heel veel grimlachjes. Het is het woord van Kees van Kooten wat ik ook wilde gebruiken. De grimlachjes. Veel grimlachjes. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor dit gesprek. Oké, dan gaan we nu, nieuw onderdeel van het programma, naar Mensje van Keulen. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 met Bleekers Zomer. 50 jaar schrijverschap viert ze. Er komt een omnibus, er komt een nieuwe bundel, Het Kattenkabinet met kattenverhalen. Ze won de JMA Biesheuvelprijs dit jaar. Kortom, een bijzonder jaar. Mensje van Keulen, wat ga jij voorlezen vandaag? Ik vond het behoorlijk lastig om te kiezen uit de 9 verhalen die in het laatste boek staan. Want jij gaat voorlezen uit jouw laatste boek. Ik wil u echt wat zeggen. Ja, dat ligt een beetje voor de hand. En ik had natuurlijk heel graag een heel verhaal willen voorlezen, maar daar zijn ze toch net te lang voor. Ik wil je even tussendoor vragen, wat heb je met je kat gedaan? Want toen ik jou vorig jaar kwam interviewen over deze bundel, was er een zeer aanwezig exemplaar dat niet alleen over jouw hoofd en in jouw nek krioelde, maar ook over mij begon heen te klimmen. En daarna een vervaarlijke sprong nam naar boven in een raam, zoiets. Ja, nou, het is een abessijntje met lange poten. En hij houdt zelfs, ja, hij springt ook zelfs van de vloer af in mijn nek, dus kun je nagaan. Nee, het is een heel aanminnig, allerliefst, zachtaardig dier. Ook al is het een kat, want we weten hoe een kat kan zijn. Maar hij is werkelijk ontzettend zachtaardig. En zeer fotogeniek. En zeer fotogeniek. Maar ik heb de deur van mijn kamer dicht gedaan. Want ik weet zeker dat hij er anders bij komt. En wij krijgen geen kattenverhaal van jou, maar iets anders. Ja, ik dacht, ik kan kiezen uit een heel ernstig verhaal, horrorverhaal. En ik denk, ik kies iets lichters. En ja, helaas kan ik... Het slot, de wraaknamen, dus niet voorlezen. Want... Ja, maar dan moeten de mensen naar de boekwinkel, hè, voor je boek. En die weer open gaat, het kan niet beter. Precies, daarom. Ze kunnen natuurlijk nu ook al wat halen. Ja, hè, want... en ook bestellen via steun je lokale boekhandel. Ja. Maar dat boek, ga dat kopen en lezen. Maar bovendien, Bosie, dus deze kat, komt wel voor in het boek wat je net noemde, dat in juni verschijnt. Dus, waarin alles wat ik over katten in 50 jaar heb geschreven komt. En dat is zowel ernst als luim. Dus, maar Bosie staat er ook in met catsnaps, bijvoorbeeld. Okay. Met een andere kat. En dan verder allemaal gedichten. Een kattendialoog. Die staat er wel in en allemaal op zijn haags. Behoorlijk plat. Althans. Bosie is plat. Ondanks dus de corrector krijgt een zware taak. Die mag niks corrigeren. Oké, ga je gang. Oké. Ik mag geen licht erboven doen en ik heb normaal nooit een bril op, maar ik heb hier een soort computerbrilletje. En ik lees een stukje voor uit, of het begin, uit het verhaal De Ring. Simone haalde het wasgoed uit de mand en schudde de stukken voorzichtig uit boven de badmat.
Ze keerde de slopen binnenste buiten, deed hetzelfde met de spijkerbroek van Patrick, haar man. Ze tastte tussen de lusjes van de badmat. Op haar knieën zocht ze de vloer van de badkamer en de douchecel af. Ze wist dat ze de ring naast de kam op de console had gelegd voor ze ging douchen. Ze tilde flesjes, tubes en potjes op en keek in de pedaalemmer. Ze voelde nogmaals onder haar kleren en zelfs in haar haar alsof hij daar ondanks het kammen in had kunnen blijven hangen. Hij kon niet weg zijn. Was Eddie in de badkamer geweest? Hij was erg speels. Maar ook toen ze opeens was hij van het bed gesprongen en naar beneden gerend voor zijn eten. Eén voor één zocht ze de treden af van de trap die naar de slaapkamer voerde. Ze sloeg het dekbed op, keek onder haar kussen, scheen met het licht van haar telefoon onder het bed. Radeloos keek ze naar haar naakte ringvinger. Hoe kon ze die verborgen houden voor Patrick? De kleinste dingen vielen hem op. Een krasje in de verf, een korreltje naast de kattenbak, een mussenpoepje op het terras, een druppel op zijn schone bord. Zou hij het merken als ze een van de erfstukken van zijn moeder omdeed? Ze gaf niets om sieraden, hoe kostbaar ze ook waren. Er lagen drie ringen in het met parelmoer ingelegde kistje. Evenals de kettingen, armbanden en broches hadden ze elk een eigen fluwelen vakje. Een smalle ring met een flinke parel, een in goud en platina gevlochten ring en een ring met een grote ovale blauwe steen die, als ze de steen onder haar vinger draaide, kon doorgaan voor haar trouwring. Zij het dat er geen diamantjes in schitterden en er aan de binnenzijde geen Patrick en Simone stond gegraveerd. Ze hadden nog gelachen bij het idee haar naam als eerste te vermelden, omdat er dan midden in die naamverbintenis Neem had gestaan. De ring was te ruim, maar niet zo ruim dat ze met haar pinke middelvinger voortdurend in bedwang zou moeten houden. Ze had hem haar schoenmoeder zien dragen en zag haar statige, gezette gestalte voor zich. Ze maakte een vuist en toen de steen in de palm van haar hand en het middenkootje van haar vinger priemde, herinnerde ze zich de afkeurende blik van de vrouw die haar altijd het gevoel had gegeven dat ze maar nietig en armoedig was. Opnieuw stiftte ze haar lippen die ze ongemerkt had schoongebeten, streek haar rok glad en rechte haar schouders. Licht neuriënd, alsof er niets aan de hand was, liep ze even later de woonkamer in en gaf Eddie, die op de bank zijn snoetje poetste, een ei. Was er wat? Vroeg Patrick, al een tafel achter zijn iPad, je thee wordt koud. Een ladder, zei ze. Ik ontdekte hem pas toen ik mijn schoenen aantrok. Gooi je die panty dan niet weg? Heb ik gedaan in de badkamer? Vroeger werden ladders opgehaald, herinner ik. Dat waren kousen, zei ze. Nylons. De tijd van de jarretels. Hij begon een nieuwsbericht voor te lezen. Goh, zei Simone. De enige woorden die ze had gehoord waren staatssecretaris, staaltje en alsnog. Ze lepelde haar yoghurt naar binnen, hield haar hand met de ring opzij gedraaid tegen de kom, zodat de ring in de schaduw viel. Er zijn geen walnoten meer, zei Patrick. Jawel, ik heb gisteren nieuwe gehaald. Laten we even gaan koffie drinken, zei hij. De nodige stappen voor vandaag halen we er nog niet mee, maar dan hebben we in ieder geval een loopje. In de koffiezaak zou ze aan de leestafel kunnen gaan zitten en een krant of tijdschrift openslaan die haar hand afdekte. Het was er altijd rumoerig door scholieren, moeders met jonge kinderen, eigentijdse muziek die haar soms het gevoel gaf te willen dansen. Het was te warm voor handschoenen en een jas. Ze trok een colbert aan, zodat ze toch haar handen in haar zak kon steken. Nog altijd had Patrick haar geen blik gegund. Maar bij het oversteken van de winkelstraat pakte hij met een kijk uit plots in haar pols, zodat haar hand vrij kwam en nam die vervolgens stevig in de zijn. Wat is dat nou? Op de stoep bleef hij staan, haalde haar hand naar zich toe en keek haar verbaasd aan. Een van mijn moeders ringen? Ik wou hem een keer om. Heb jij je ring dan aan je andere hand? Ze trok haar hand los, die ligt thuis. Waarom? Ik dacht er niet aan hem ook om het te doen. Ze liep verder en hij nam een paar grote stappen. Zeg het maar, Simpje. Niks, wat ik zei. Die panty ligt niet in de pedaalemmer in de badkamer, hè? Je hebt naar je ring lopen zoeken, is het niet? Ze hield haar adem even in en zei,
oké, ik begrijp niet waar hij is, maar hij kan niet weg zijn. Misschien is hij ergens ondergerold. Of heeft Ellie ermee gespeeld? Ik had hem zoals altijd op de wastafel gelegd en Ellie is niet in de badkamer geweest. Ik begrijp niet waarom je dan Charlotte's ring omdoet. Ik zie je nooit met haar sieraad. Het voelde zo kaal. En waarom je die steen dan hebt weggedraaid? Dat gaat vanzelf, hij is wat ruim. Pas dan maar op dat hij niet van je vinger glijdt. Hij is heel wat waard, dat weet je. Ja, dat wist ze. Patrick had al eens geopperd dat ze een kluisje moesten aanschaffen of er een bij de bank moesten huren. Hij had de juwelen destijds samen op zeker 20.000 geschat en de goudprijs lag volgens hem inmiddels 3 maal zo hoog. Nu ze de steen niet langer hoefde te verbergen, zou ze in de koffiezaak haar cappuccino ongehinderd kunnen drinken. Met enige opluchting draaide ze hem naar boven, maar als een kil, boos oog wakkerde de steen haar onrust weer aan. Of waar je soms van me af, schetste Patrick. Ik vind hem wel, ze glimlachte naar hem. Je hebt gistermiddag in de tuin iets gesnoeid. Ik had tuinhandschoenen aan. Straks toch maar even controleren. Ik kan me niet voorstellen dat hij daarin zit. Dat is nog nooit gebeurd en het gaat niet om gistermiddag. Ik had hem gisteravond gewoon nog om. Hij zei dat ze niets kon uitsluiten. Dat ze immers ook ineens vergat waar haar telefoon lag. Soms naar de kelder liep om iets te halen, maar eenmaal in de kelder niet meer wist wat dat dan was. Dacht dat ze de auto had afgesloten. Dacht dat ze een zekere mail al had beantwoord. Dacht dat haar telefoon in haar tas zat. Dacht dat hij naar een congres in Toronto was in plaats van Montreal. Dat ze dus gedacht kon hebben dat ze de ring om had, omdat het iets was wat zo bij haar hoorde. Dat ze daarbij moest denken aan een fantoombeen. Ik weet het zeker, ik voel het wel altijd even aan als ik in bed lig. Dat bedoel ik, misschien dacht je dat je me voelde. Wat een onzin, zoiets verbeeld ik me niet. Ik heb vanmorgen ook niet gedacht dat ik hem afdeed voor het douchen. Laten we dat koffie drinken maar overslaan. Maar we zijn er bijna. We zijn ook in de buurt van de supermarkt. Je hebt gisteren toch ook nog boodschappen gedaan? Dan doe ik heus die ring niet af. Je kan hem verloren hebben in een van die bakken waar je zelf je groente en fruit uitpakt. Had je geen appels gehaald? Appels en tomaten, maar ik ben nergens aan blijven haken. En ik ben de ring al die jaren nog nooit kwijtgeraakt. Ook niet als hij boodschappen deed. Mijn vingers zijn heus niet dunner geworden. En die walnoten? Waren dat losse noten? Verpakt. Vrijwel alles is verpakt. Simone dacht aan de tomaten en appels die ze stuk voor stuk had uitgezocht. En hoewel ze zich niet kon voorstellen dat ze het niet zou hebben gemerkt als de ring van haar vinger was geschoven, begon ze te twijfelen. Nou, hoe dat dus afloopt, valt nog te lezen. Of wou je soms van me af? Zei hij, ja, dat zei kan, hij nog. Dat kan. Dankjewel, ja. Mensen, voor deze nieuwsgierigmakende bijdrage. Vanuit, dat is dan wel weer het voordeel van Zoom, dat we jou zomaar in jouw werkkamer zien zitten. Ja, met, ja, ik ben. Het is alleen niet helemaal mijn eigen stem. Normaal spreek ik wat hoger, maar ik zag ergens mijn microfoon gaan. En dacht, oh god, dat is veel te laag. Te weinig. Dus ik ben een beetje laag van stem nu, maar ik hoop dat het goed verstaanbaar is. Het was heel goed verstaanbaar. Okay. Dankjewel. Okay. Heel blij ermee. Ik wil graag dan nu introduceren, als vervolg van het programma en ook als laatste programmaonderdeel, schrijver Simone Atangana Bekono. Diewertje Mertens gaat haar interviewen over haar roman Confrontaties, die vorig jaar verscheen bij uitgeverij Lebowski. Een roman, een debuut, dat genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs. 11 mei horen we wie de winnaar wordt. Maar Diewertje spreekt nu met Simone over haar roman over de jonge Cameroens-Nederlandse Salome die in de jeugdgevangenis terechtkomt na een geweldsdelict. Welkom Simone, welkom Diewertje. Ga jullie gaan. Dankjewel. Dankjewel. Welkom Simone. Hallo. Hallo, gefeliciteerd. Dank je. Hoe is het om zo vroeg in je schrijverscarrière al genomineerd te zijn of op de shortlist te staan van de Libris Literatuurprijs? Ja, heel onwerkelijk. Ik had het er met mijn redacteur over, Jasper Henderson. En ik zei, ja, het is heel dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk echt een enorme eer om überhaupt genomineerd te worden. Dat was al bij de longlist zo. En als je dan ook op de shortlist terechtkomt, dan denk je, ja, dan zou het dus zomaar kunnen dat je gaat winnen.
En dan is dat iets wat je normaliter veel verderop in je carrière zou hopen bij een boek, gebeurt dan nu al. Dus dat is wel gek of zo. Naast het leuke is het ook, dan worden de verwachtingen wel heel hoog ineens. Ja, ervaar je het ook een beetje als een druk? Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat het ook gek zou zijn als dat niet zo zou zijn. Ja. En wie is je meest geduchte concurrent van de genomineerd? Dat is eigenlijk geen uitspraak. Nee, ik denk dat iedereen... Ik weet niet zo goed hoe de politiek van dat soort dingen werkt. Daar ben ik ook heel trots op dat ik daar vrij weinig van af weet. Dus mijn kans is voor mij in mijn hoofd gewoon 1/6. 1/6. Oké, nou heel netjes van je dat je zo uitdrukt. We gaan het vandaag hebben over jouw roman Confrontaties. In een interview in AD las ik dat jij aanvankelijk een autobiografische roman had willen schrijven, maar dat het toch gaandeweg werd het fictie. Van waar die verandering? Vroeg ik me af. Ik denk dat ik op dat moment heel veel bezig was met... ik had net een bundel gepubliceerd. Dat was eigenlijk een afstudeerwerk van de kunstacademie. En dat was heel erg een persoonlijke bundel. In de zin van lyrische ik was heel erg verbonden met mij. Met mijn persoonlijke associaties en ervaringen. Op de een of andere manier. En ik was eigenlijk in het verlengde van die bundel, die dichtbundel, best wel bezig met dezelfde thema's die daar ook in voorkomen. En dus leek het op de een of andere manier logisch om dus autobiografisch verder te gaan. Alleen een boek is natuurlijk iets heel anders dan een gedicht. Veel ondubbelzinniger op een bepaalde manier ook. Ik merkte dat het gebruik van mijn eigen ervaringen me nog best wel beperkte. Ook omdat ik me nog niet helemaal vrij voelde in de stijl. Om echt het verhaal te vertellen wat ik wilde vertellen. Al wist ik dus nog niet precies wat dat verhaal was. En eigenlijk op het moment dat ik wist van nee, ik wil toch meer... vanuit een stem die niet per se de mijne is, schrijven. Toen kon ik veel beter een constructie maken van verhaallijnen en personages en onderwerpen die ik wilde langs laten komen in wat uiteindelijk de roman is geworden. En hoe kwam je dan bij die 16-jarige Salome terecht? Hoe ik bij haar terecht kwam was eigenlijk wat ik net ook al zei. Het zat heel duidelijk in de stukken die ik al geschreven had. En ik had heel veel, heel vrij geschreven. Zat een soort stem. En die stem die werd heel erg getekend door een soort gevoel van beklemming. Een soort neiging tot de wil om te begrijpen. De wereld om zich heen te begrijpen. Maar ook zich af te zetten. Er zat veel woede in die stem ook. En... dan ga je op onderzoek uit van wie is dat dan en wat is haar achtergrond, wie is dit persoon. En toen kwam ik eigenlijk bij dit hoofdpersonage uit, die dus wel de arena van de roman is natuurlijk voor een groot deel een jeugddetentiecentrum. Maar waar zij vandaan komt, waar Salome vandaan komt, was wel iets wat, was een omgeving die ik heel erg ken en waar ik ook graag iets mee wilde doen. En heb je het over het dorp? Ja, een dorp in Brabant. Ja. Een redelijk klein dorp met een best wel hechte gemeenschap ook. Waar dus ineens een asielzoekerscentrum komt. De familie die ook in het boek voorkomt zich redelijk geïsoleerd voelt, denk ik. Dat waren dingen waar ik wel mee aan de slag wilde, ja. Ja, en misschien kun je iets meer vertellen over Salome, want Salome heeft natuurlijk een bijzondere positie in het dorp. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Salome die komt uit een, zoals ik zei, dus een Brabants dorp. Ze is de dochter van een Cameroense vader en een Nederlandse moeder. En ze is een slim jong meisje, maar voelt zich heel erg... toch een beetje
buitengesloten, beklemd. Ze zit in de stad op school, waar ze naar het kathedraal gymnasium gaat. Ze is een hele slimme meid. En daar wordt ze eigenlijk geconfronteerd met allerlei facetten van haar leven die voor haar heel moeilijk te verkroppen zijn. Zoals elke tiener natuurlijk. Alleen bij haar is het wel een bijzonder verhaal, omdat ze... ze worstelt heel erg met haar plek in die gemeenschap. En die gemeenschap is dan zowel het dorp als de school, waar ze wordt klaargestoomd door haar leraren om tot een soort, wat haar leraar Nederlands de 4% noemt, die het verschil gaat maken in de maatschappij. Want slimme mensen, het goede families, en Salome die voelt zich daar eigenlijk helemaal niet thuis. En zij... Haar vader is ziek. Haar moeder die is altijd aan het werk. Ze heeft een moeilijke band met haar zus. En eigenlijk is ze iemand die, als we de roman instappen, heel erg geconfronteerd wordt met haar positie. En hoe ze constant aan de rand staat eigenlijk van de plek waar ze opgroeit. Van de mensen waar ze mee te maken heeft. Nu deel jij wel een paar dingen met Salome, hè? Want jullie komen alle twee uit een Cameroens-Nederlands gezin, klopt dat? Ja. En ook alle twee opgegroeid in een dorp in Brabant. Jij bent geloof ik opgegroeid in Dongen. En in de roman wordt geschreven over een dorp in de buurt van Tilburg. Ook in je poëziedebuut komt dat dorp eigenlijk al terug, hè? Of het komt aan bod. Want dan schrijf je, het dorp is een conflictgebied. Zou je misschien aan de hand van een passage in de roman, die je nu te binnen schiet, willen schetsen wat zo'n Brabants dorp een vijandig gebied maakt voor een meisje met een migratieachtergrond? Ik zal even nadenken. Kijk, ik denk dat het is natuurlijk niet per definitie zo'n dorp een vijandige plek. Ik denk dat het veel meer gaat over... Er is bijvoorbeeld een personage dat kort langskomt, genaamd Kaat. En dat is eigenlijk de oppas van Salome en haar zus als ze klein zijn. En dat is aan de ene kant een hele liefhebbende moederlijke vrouw. Die ook met de asielzoekers, kinderen die op dat moment in dat dorp arriveren, naar de kerk gaat. Omdat ze denkt, dat is ook een soort integratie in onze gemeenschap. En de kinderen die gelovig zijn, die wil ze graag meenemen en betrekken bij het kerkelijke leven. Maar aan de andere kant is ze ook een zeer xenofoob persoon die zich aangevallen voelt in haar levensovertuiging door de instroom van migranten, van vluchtelingen. En ik denk dat dat heel erg een voorbeeld is van wat ik heel erg herken uit het opgroeien in zo'n dorp. En, dat je... dat het leven is kleiner dan in de Randstad. Ik vond het ook heel belangrijk om daarom ook daarover te schrijven. Omdat er is meer sociale controle. Er is een grotere kans dat als je een beetje anders bent, wat dat dan ook betekent, dat je buiten de boot valt. En dan is dus zo'n plek gevoelsmatig meer een, zoals ik in de bundel een conflictgebied noem. Dorpen, of ik wil niet voor elk dorp natuurlijk in Nederland spreken, maar mijn ervaring was ook dat het opgroeien in, wat je de provincie zou kunnen noemen, is echt een hele andere ervaring sowieso van bijvoorbeeld de Randstad. De Randstad zit ook een beetje, weet je wel, de culturele elite, Den Haag, Amsterdam, waar alle grote schouwburgen en musea staan. En dat creëert gewoon een andere cultuur. Wat ik heel erg herkende en wat ik ook heel erg ook wel met besproken heb met bijvoorbeeld mensen die ik ken, die ook uit de periferie komen en een biculturele achtergrond hebben, of een migratieachtergrond hebben, of op een andere manier anders zijn, is dat toch een andere manier is van je verhouden tot de wereld. Je leert je op een andere manier tot de wereld verhouden, omdat er minder keuze is aan, er is minder diversiteit aan mensen. En dat beïnvloedt heel erg De ruimte die je denkt te hebben of die je voelt te hebben om te zijn wie je bent eigenlijk. Ja, ik kom zelf ook uit zo'n Brabants dorp, dus ik ken de sfeer heel goed. Ja. Het vreemde is al snel heel erg vreemd, inderdaad. Exact. Ik weet niet, woont jouw familie nog in Dongen? Nee, we zijn eigenlijk allemaal weg verhuisd. Oké, dus je komt daar ook niet meer?
Nee, eigenlijk nauwelijks. Ik heb daar nog wel. We gaan er wel nog naartoe. Er wonen natuurlijk nog wat familie, vrienden. En het grappige is dat als ik er dan ben, dan word ik ook wel nostalgisch. Zo. Dat is toch een ander leven. Je wordt, mensen zijn gewoon anders. Op een manier die ik natuurlijk heel erg herken. Maar ik weet ook dat ik daar nooit terug naartoe zou verhuizen. Of naar zo'n soort dorp. Ja. En is het dorp nu anders naar jou toe? Want je bent ineens een beroemdheid geworden. Nou, ik denk niet dat ze me nog herkennen daar eigenlijk. Ik ben daar stilletjes weggegaan. Dus, maar het is wel anders om er te zijn dan vroeger. Omdat je natuurlijk gewoon ouder bent. Ik denk dat als kind heb ik het wel vaak toch wel als een vijandige plek ervaren. Maar dat doe je niet bewust. En als je langer natuurlijk ook in de stad woont of meer hebt gereisd, dan verhoud je natuurlijk altijd anders tot je geboorteplek. Ja. Als schrijver leer je jezelf natuurlijk ook heel erg om te verbeelden. Heb je nu ook een andere ideeën gekregen over de mensen in zo'n dorp? Kun je daar met andere ogen naar kijken? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het personage in het boek, zit daar middenin, die voelt zich niet veilig. Die voelt zich constant geanderd. Maar dat is nog op een leeftijd waarop je dat heel, heel vervelend vindt. Ik denk dat ik nu ook wel zie van, kijk, als je je wel fijn voelt in zo'n gemeenschap, dan, weet je, ik ken ook mensen die teruggaan, zij blijven wonen, die dat gewoon als een hele veilige, fijne, gemoedelijke omgeving ervaren. En dat komt ook gewoon door dat je, als dat de mensen zijn met wie je je verbonden voelt, dan kan het natuurlijk heel aangenaam zijn. Ik denk dat het heel duidelijk was voor mij, door allerlei redenen, door mijn identiteit en de dingen die ik wilde doen en de interesses die ik had, was het gewoon heel duidelijk dat ik daar niet gelukkig zou worden. En dat is ook oké. Dus ik zie dat natuurlijk minder nu als een plek. Ik denk dat veel mensen die uit kleine dorpen komen naar de grote stad verhuizen, het een beetje zien als een upgrade. En dat het leven in een dorp simpel is. Maar ik denk dat ik daar nu wel wat milder naar kijk, ja. Ja, je laat ook zien in de roman dat het vele malen ingewikkelder kan zijn. Ja, exact. Ja. Ja. En was ik wel benieuwd, want jij gebruikt net al het woord identiteit. De roman die speelt zich af begin jaren 2000, halverwege jaren 2000. Heb ik dat? Ja, rond 2008. Oh ja, ja. En nou ja, begrippen als identiteit of alledaags racisme, hè, die we heel vaak gebruiken nu, die kwamen eigenlijk toen helemaal nog niet voor. Nee, dat soort dingen werden eigenlijk nog niet benoemd. En daar moest jij dus met de kennis van nu omheen schrijven. Ja. Hoe was dat? Ja, ik vond dat dus een hele interessante uitdaging. Dat is ook expres. Ik wilde de roman net laten plaatsvinden voor de periode waarin we, denk ik, in Nederland er veel opener en met veel meer concrete termen over zijn gaan praten. Ik denk dat 2008 was, weet je wel, Pim Fortuyn was net 2 jaar geleden vermoord. De Twin Towers waren 7 jaar daarvoor. En het ging toen heel erg in het negatieve over identiteit. Alleen, het ging toen heel erg over moslims, allochtonen. Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld in het boek ook de reality show, sowieso reality tv was al heel erg een ding. En de reality show die heet Hello Jungle, dat is eigenlijk een beetje een afgeleide van Groeten uit de Rimmel, wat toen de tijd ook op SBS6 een best wel bekend programma was, was toen allemaal best wel gangbaar. En wat ik ook interessant vond, bijvoorbeeld toen ik op zoek was naar mensen die schreven over die reality show, was er vrij weinig kritisch geluid vanuit de hoek van, hey, is dit niet een beetje een stereotyperend dit of dat? En wat ik heel interessant vond daaraan, om dus naar die periode in de geschiedenis te gaan, was dat was de periode waarin ik ook een tiener was. En ik verbaas me soms over hoe genuanceerd en we over
dingen als bijvoorbeeld racisme, maar ook seksisme en homofobie, et cetera, kunnen praten. Of überhaupt praten. Dus een soort van de vocabulaire die we daar allemaal maatschappelijk eigenlijk over hebben ontwikkeld. Terwijl die er toen echt niet was. Dus hoe een jong persoon op dat punt in de geschiedenis, laten we maar even zeggen, de recente geschiedenis, tot inzichten moet komen over bijvoorbeeld dus identiteit, ging heel anders. En dat zie je bij Salome ook. Ik denk dat als Salome nu had geleefd, dat ze op Instagram in een bepaalde sfeer terecht was gekomen, waarin ze heel goed zou kunnen benoemen. Ja. Aan de hand, en dit vind ik heel lastig, en dat komt daardoor worden als patriarchaat bijvoorbeeld of zo. Daar was ik toen ook niet bekend mee. Ik denk veel mensen van mijn leeftijd. Maar dat moet ingewikkeld geweest zijn om daar dus omheen te schrijven. Want we zijn nu zo in onze taal ingeburgerd. Ja. Heb je dat inderdaad, ben je er nog later met een kam doorheen gegaan om te kijken of je niet toch per ongeluk verwijzingen? Ja, dat was spannend soms. Ik moest de hele tijd inderdaad een soort double take doen van zeg ik dit nu omdat ik dit zo weet. Maar hoe zou zij het dan zeggen dan? En ik moest daardoor soms dingen ook versimpelen en dan weer een oplossing vinden. Dus de dingen die zij zei of die zij uitsprak of conclusies die ze trok, versimpelen. Of met een eigenlijk omslachtiger opschrijven dan dat nu zou hoeven. En dan weer een manier verzinnen om toch een soort een hint of een nuance te creëren om haar wel tot het inzicht te laten komen, maar zonder de woorden die je er nu voor zou hebben. Dat was soms wel moeilijk, maar ook, vond ik ook wel leuk om te doen en ook wel interessant, ja. Ja, want het gebrek aan die woorden zorgt ook voor een heleboel woede, hè, bij Salome. Ja. Eigenlijk, want ze zoekt naar iets en ze heeft weinig om zich aan vast te klampen. Zie jij die woede die jij laat zien van Salome ook als een metafoor voor een groter maatschappelijk probleem dat er toen wel was, maar eigenlijk nog niet benoemd kon worden? Nou, ik denk dat ik durf te zeggen dat waar het bijvoorbeeld, wat ik zag om mij heen, was dat het iets is waar je zelf mee dealde. Dus je had daar ideeën over en gevoelens bij, over wat jouw verhouding tot de andere mensen, tot witte mensen of tot weet ik veel. Maar jij moest daar iets mee doen, persoonlijk. Jij moest je dan jezelf een houding geven. En dat is denk ik iets wat nu het uitspreken van die woede is veel geaccepteerder. En denk ik ook dat wat ook nuttig is. Maar toenertijd was dat een soort, denk ik, omdat er geen woorden waren, was er geen manier om een naam te geven aan de emotie die je voelde. En dan kon je dat wel, dan kon je zeggen, dat in het geval van Salome, ik ben gewoon boos. Maar uiteindelijk gaat dat dus nergens heen. Omdat je de conclusie, je kan die niet onder woorden brengen. En dat is heel lastig, denk ik, ja. Ja, en je laat ook zien in je roman, ik laat hem even erbij zien. De titel is Confrontaties. Het is echt expres opgehakt zo, hè? Want je ziet dat ook terugkomen in andere woorden. Er wordt ook gesproken over consequenties. Dat was ook een goede titel geweest, maar die was al bezet. Exact, ja. Daarin laat je ook iets zien van de machtsverhoudingen in de roman. Kun je dat uitleggen? Ja, het was voor mij een maniertje om ook iets te zeggen over inderdaad wie heeft macht, maar ook wie heeft de woorden. Zegt ook iets op een bepaalde manier over klasse, denk ik. Vooral als je kijkt naar dan niet specifiek Salome zelf, maar de meiden met wie ze vastzit. Dat zijn over het algemeen meisjes die uit lage opgeleide gezinnen komen. Dat is gewoon zo vaak überhaupt bij kinderen die in jeugddetentie terechtkomen. Die komen vaak uit moeilijke omgevingen. Dat zou je kansarm kunnen noemen. Wie heeft soort van de grote woorden? Dus wie heeft de woorden of zo? Wie heeft de taal? Wat er vaak gebeurt is op het moment dat er
grote woorden worden gebruikt om iets eigenlijk abstract te maken wat heel erg fysiek of mentaal voelbaar is, of heel direct voelbaar is voor een persoon, wordt er eigenlijk ook door Salome zelf in haar reconstructie van wat er gebeurt, de draak meegestoken door het ophakken van die woorden, rehabiliteren, wat betekent dat eigenlijk? En ook een soort manier om te spelen met, kijk, omdat Salome op een gymnasium zit, heeft ze natuurlijk wel enige kennis van de herkomst van bepaalde woorden, de Latijnse herkomst, grotendeels. En het is een soort, ja, het is eigenlijk een soort manier om dat moeilijke woord, wat dan iets zou moeten zeggen over jou als persoon, ook die duiding weer af te ketsen, denk ik, voor haar. Ja, tegelijkertijd als iemand dat zo tegen je zegt. Precies, dan, het heeft ook iets denigrerends. Het heeft iets heel denigrerends, ja. Inderdaad. Ja. 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 Ik zie Marjolein in beeld verschijnen. Marjolein, mag ik nog een vraag stellen? Of moet ik... Ja, je mag voor mij absoluut nog een vraag stellen. Maar ik wou eventjes opmerken dat ik het, omdat we het hebben over idioom, dat ik het woord geanderd zo mooi vond. Ja. Hoe je geanderd kan worden. Dus ik wou voorstellen dat jij naar jouw slotvraag toe gaat. En dat we dan het programma afsluiten. Ja, dat is goed. Dan verdwijn ik weer uit beeld. Oké, okay, een slotvraag. Ik heb eigenlijk natuurlijk nog heel veel vragen, maar ik ga er even eentje uitkiezen. In je poëziedebuut, dichtje, mijn gedichten zijn geen gedichten. Dat waren heel verhalende gedichten. Soms vond ik confrontaties bijna poëzie. Hè? Zeker omdat je dan heel afgemeten schrijft. Heel erg vanuit de stream of consciousness ook. Ik ben heel erg benieuwd wat jij nu gaat doen. Voel je je meer een dichter? Voel je meer een romanschrijver? Waar voel je het meest bij thuis? En wat zijn je plannen nu? Ik ben van plan om wel weer te gaan dichten. Dus dat wordt mijn volgende project. Maar daar ben ik nog heel schuchter over wat dat dan precies gaat worden. Ik voel me niet meer het een of het ander. Ik denk ook dat... het feit dat de gedichten iets verhalends hadden en dat de roman ook weer op sommige plekken de poëzie opzoekt, is voor mij ook een manier om die vrijheid in de taal of zo een beetje te behouden. Ik vind dat ik zou het niet echt een experiment noemen, maar ik vind het spelen met die vormen best wel belangrijk, omdat het soms zegt de ene vorm meer hoe ik wil dat het gezegd wordt dan een andere vorm. En ik wil dat in elkaar over kunnen laten vloeien. En daardoor voel ik me niet meer het een of het ander. Maar mijn volgende project wordt weer poëzie. Nou, ik kijk er heel erg naar uit. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Diewertje en Simone. Dit was een prachtig gesprek. En om te voorkomen dat iedereen denkt dat hier alleen maar prijswinnaars en genomineerden aanwezig mogen zijn, het gaat ons hier om de boeken. Daarom vraag ik jullie, Rokus Hofstede, Mensje van Keulen, Simone, daarna Bekono en Diewertje, om nog even allemaal in beeld te verschijnen. Want het gaat ons om de liefde voor boeken en het verspreiden van het woord. Of dat poëzie is, of dat non-fictie is, of dat hoge literatuur is, lagere literatuur. Maar maak die run op de boekhandels, steun de boekhandels. Lees vooral die prachtige boeken waar we het nu over hebben gehad en al die andere prachtige boeken die verschenen zijn. En als parool, boekenchefje, mag ik dan ook nog zeggen, lees die krant, want daar doen we ook heel veel om boeken te, om boeken te promoten. Mensen, jij moet daar vreselijk om lachen. Ja, dat vind ik heel goed. Maar dat is de oude leus van het Parool. Het Letterenfonds bij 25 en Parool maken dit programma mogelijk. En wij hopen dat jullie ervan genoten hebben. We zijn al druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe editie. Die komt ook alweer snel online. Maar lees die boeken. Dank u wel. Die boeken.